Vanaf 3:00 vanmiddag kunt u tevens genieten van de feestelijke intocht van alle wandelaars, waaraan 36 muziekkorpsen hun medewerking zullen verlenen. Dames en heren, na het spelen van het trompetsignaal door Jan Bakker verzoek ik u om op te staan en 1 minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan hen die hun leven lieten voor onze vrijheid. The routes lead past the most important locations that remembers of the battle. After the trumpet signal, there will be 1 minute of silence in memory to those men who gave their lives for our freedom. Dames en heren, jongens en meisjes, hiermee verklaar ik de 64ste Airborne Wandeltocht voor geopend. Ik dank alle vrijwillige medewerkers voor hun inzet en ik wens u een prettige wandeling toe. Dank u wel. Direct achter de cadets, dames en heren, de 93e quarteren, Flemingen Wing ATC. Troep uit Engeland, het 41ste. Heer, dames en heren, contactgroep Oud-Mariniers. Regelmatig winnaar in het verleden van de eerste prijs op de 25 kilometer. Van harte welkom vanuit het land van Bartje. Van de RAF Bryce Northam uit Engeland. Yeah. En daarachter weer nog een benen, de Danish Home Guards Vibo Group. En hier met nummer 72, dames en heren, de groep Luchtmacht Reserve. Achter weer een Deense groep. En dan doen we bij een grote groep, dames en heren, om u aan te mogen kondigen het Nederlands Politieorkest. Thank you.
Thank you.